Zo, Wasstraat 35. Geen aantekeningen. Nee, niks voorbereid. Maar ik bedacht me, misschien is het wel goed om ons voor te stellen, want dat doen we nooit. En er zijn soms wel eens mensen die nieuw zijn. Dus. Die ons niet kennen. Ja, ik ben Peet. En dat is Vasilis. Ik ben Vasilis. Nou, Peet, vertel eens wat over jezelf dan. Dat is niet voorstellen, alleen. Oh, sorry, ja. Ik ben een creative consultant en ik vind content vind ik heel erg mooi. En zoals jullie zien vind ik video ook heel tof. En het streven is om gewoon dat in de wereld steeds mooier te maken. En daarom zitten we hier ook soms wel eens. Oké. Okay. Een beetje te klagen over dingen. En ik ben Vasilis van Gemert. Ik ben docent aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ik lesgeef. Eigenlijk over webdesign. Ik ga volgend jaar ook lesgeven over contentstrategie. Zo! Maar ik weet helemaal niks van contentstrategie, dus dat is spannend. Ik heb gehoord van collega's dat ik in elk geval ervoor moet zorgen dat ik één les voor ben of de studenten. Ik ga deze zomer me helemaal inlezen in dat vak. Oké. Ik vind het zelf ook lastig, want ik vind het ontzettend moeilijk, contentstrategie. Oh. Ik hou me eigenlijk altijd alleen maar bezig met vormgeving en met de technische kant van het web. En niet zozeer met de content. Met de inhoud. Nee. Waarom zou je daarmee bezig willen zijn? Ja, en ik ben daar wel juist heel veel mee bezig. Dus als je nog tips nodig hebt, ja. Moet je maar even afspreken. Ja. Het is zoals we vorige keer al zeiden, het is weer een tijd geleden. Ja, zeker. En in alle eerlijkheid, ik heb mijn aantekeningen heb ik daarin zitten. Maar ik weet niet of we daar misschien moeten mee beginnen of dat we... Zeg maar, je weet toch nog wel iets uit je hoofd? Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Ik was 2 weken terug, was ik op een congres in Düsseldorf. En daar was een prachtige presentatie van een man die blind is. En wij hebben het hier heel vaak natuurlijk over het feit dat dat die nieuwe technologie, dat die ook een hoop problemen met zich meebrengt op het gebied van privacy. Het feit dat alles eigenlijk draait op data, dat die hele nieuwe economie van ons, dat die draait op data, dat brengt privacy problemen met zich mee, want de bedrijven willen zoveel mogelijk data van ons hebben. Ja. En dat komt nogal in de privésfeer. En ook, je hebt ook zoveel mogelijk data nodig om die data beter te kunnen interpreteren. Het is een hele lastig ding. Wij hebben het heel vaak hier over de privacy implicaties van die data. En die man die blinde presentatie hield, helemaal blind, dat was fantastisch. Die stond er zo op het podium. Hij had zich voorgesteld en hij had natuurlijk slides. En toen keek hij naar de slides en toen vroeg hij aan het publiek, kijk ik wel de goede kant op? Want anders sta ik zo, dat staat zo lullig als ik de hele tijd de andere kant op wijs terwijl de slides te zien zijn. Ja. Maar dat was een fantastisch verhaal. En eigenlijk zijn verhaal was, dankzij technologie heeft hij een volwaardig leven. Heeft hij gewoon een baan, kan hij schrijven, kan hij lezen, hij kan het internet op, hij kan websites bezoeken. Hij heeft een eigen bedrijf wat goed loopt en hij heeft zelfs iemand ontmoet die gek genoeg was om met hem te trouwen en kinderen te krijgen. Zo vertelde hij dat. Ja. Prachtig verhaal, prachtig. Maar? Nou ja, ik vond het dus mooi dat wij altijd zeggen van... dat er allemaal bezwaren zijn. Ja, en privacy is een probleem. Ja. En hij zei, nee, ik ben juist blij met privacy. Even kijken hoe ik moet varen hier, hoor. Oh ja, we zijn dus nu in de boot. Dus dan moeten we pas in kijken naar welke route we moeten nemen. Ja. Ik neem aan dat we daar... Daar moeten we niet in, nee. Nee? Oké. Okay. Dus maar kan dat ook niet eens? Of wel? Ik weet het niet. Nee, we moeten inderdaad We moeten naar de Brouwersgracht. Ja. Dus daar hebben we de kaart. Dat zien jullie allemaal niet, maar... Dat moet wel goed komen, toch? Ja. Dat... Hoe dan ook komen we er. Ja, wel ja. Ja. Nee. Maar welk aspect nou precies van privacy
sloot dan juist wel aan bij? Ja, of was gewoon meer. Kijk, hij had het bijvoorbeeld erover. Techniek hem gewoon heel erg genoeg. Bij Google Glass hebben heel veel mensen zoiets van, nou, dat maakt, is nogal een inbreuk op mijn privacy als iemand anders zo'n ding draagt. Oh, ja. En dat is ook zo, hè? Want je weet gewoon niet van wanneer staat die camera aan en wanneer staat die uit. Nee. Dat weten we niet. Nee, dat... Mensen denken echt zo van... Maar dat hebben we eigenlijk met mobiele telefoons, hebben we dat, met alle... hoe heet het, camera's die in de stad hangen, et cetera. Dus daar weten we ook niet van waar die beelden terechtkomen, et cetera. Nee. Weet je, dus ik vraag me altijd af van, ja, is dat niet een beetje een drogreden? Of is het juist een heel fijn begin om gewoon die discussie nog eens op te raken? Van, is het wel goed dat we allemaal beelden vastleggen en dat je mobiele telefoon continu met een satelliet aan het communiceren is? En... Ja. Want dat is wat ik, zeg maar, meestal dan heb bezwaar vind. Hè? Als je dan hebt over Google Glass, heb ik er twee op gehad. Niet tegelijkertijd, maar één voor één. Ja. En we kwamen er eigenlijk achter dat het ding continu met de cloud aan het praten is. Ja. Dus je bent... Alles wat je doet. Misschien inderdaad dat je ampersand een foto neemt van, weet je wat, iemand die langsloopt, of van een collega of van je kind. Ja. Maar jijzelf bent het meest in de kijker. Ja. Ondanks dat mensen niet je zien, maar je gedrag, et cetera, dat zien mensen wel heel veel. Ja, ja. En het lijkt steeds meer op de huid van mensen te komen. En dat is op zich helemaal geen probleem. Hè? Dus dat kan misschien ook juist heel erg helpen met, nou ja, mensen die speciale behoeften hebben, of er nou vanwege een handicap is, of omdat je ergens vanwege je werk, dat het handig is dat een collega meekijkt, of ik noem maar iets. Maar het lijkt er juist op dat mensen de keerzijde niet realiseren. Het dus kan heel erg helpen, maar mensen realiseren zich op een gegeven moment niet meer dat het ding aanstaat. Ja. En dat ze gevolgd worden tussen aanhalingstekens, maar ook wat daar dan mee kan gebeuren. Dat is iets wat mensen zich sowieso niet realiseren. Nee. He, want alle foto's altijd op alle... Op alle cloud platformen en zo. Ja. Alle foto's op Facebook zetten, ja, dat is... je denkt van, ja, wat maakt dat nou weer uit? Nou, het maakt in zoverre uit dat je... dat die cloud-platformen zijn allemaal aan face-herkenning aan het doen. Ja. En je hebt... We hebben veel... hoe heet het? We zetten de locatie van de foto's zetten we erbij en zo. Daar zag ik een mooi voorbeeld van laatst. In een of ander park in Afrika. Daar stond waar een neushoorn rondloopt. Ja, ja. Daar stond een foto of een bord bij het hek van, alsjeblieft zet de locatiebepaling uit als je een foto maakt van onze neushoorn. Omdat ze dan waar de neushoorn is. De privacyrechten van de neushoorns. Ja. Wauw. Ja, inderdaad. En dat zijn dan typisch de dingen die je er eigenlijk meesleept. Dus ik weet zeker dat jij bent ongetwijfeld door al studenten geïdentificeerd op Facebook. Dat ze erbij hebben gezet, dit is Vasilis. En ik heb bij hem in de klas gezeten of wat ook. Of... Ja, precies. Ja, maar dat gebeurt zelfs. Maar dat weet jij niet, want jij zit niet op Facebook. Nee, precies. Dus Facebook weet wel wie ik ben. Dus je wordt er een beetje bijgesleurd door andere mensen. Ja. Wat raar is eigenlijk. Ja. Maar het mooiste voorbeeld vond ik eigenlijk... Vanochtend las ik een tweet van... een paar contentvriendjes van me en die zeiden van de NS, die heeft een prijsvraag uitgebracht. Yeah. Een prijsvraag waarin kunstenaars of beginnende kunstenaars hun kunstwerk kunnen insturen op de wedstrijd. En als je dan de beste hebt, dan kom je op de zijkant van een trein. Nou, dat wil iedereen natuurlijk. Ja, natuurlijk, leuk. Maar er zeiden dus een paar kunstenaars, die zeiden van, ja, amhoela, ik ben... een kunstenaar, ik ga geen gratis werk weggeven. Ja. Want dat was dan ook nog eens een soort van interessante voorwaarde die in de terms and conditions die we nooit lezen stond. Vanaf het moment dat jij het instuurt, is het eigendom van de NS. Ja, precies. En
dat is natuurlijk... Dat vonden ze dus heel raar. Ze vonden het dus heel raar dat ze iets maakten en ja. dat iemand anders daar plotseling eigenaar van is. Ja, dat is toch ook gek? Ja, maar als je dat hebt meegegevens, nou, dan vinden mensen blijkbaar dat prima. Oh ja, 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 ja. Dat is helemaal niet zo waardevol. Nee. Dus ja, ik vraag me dan echt af van waar ligt die grens dan? En op welk moment worden jouw gegevens waardevol? Bijvoorbeeld als je er geld mee verdient. Ja, als wie er geld mee verdient? Kijk, als ik geld verdien met dingen maken, dan ga ik ze niet weggeven aan bedrijven die meer dan genoeg geld hebben. Toch? En als dan blijkt dat jouw gegevens heel erg waardevol blijken? Nou ja, dat zou interessant zijn als ik zelf kon bepalen wie mijn gegevens krijgt. Ja. Dus als ik kon zeggen van mijn gegevens zijn zoveel geld waard. Ja, en dat is nooit inzichtelijk, hè? Ik bedoel... Als ik geld kan verdienen met mijn eigen gegevens, dan zou ik misschien wel op Facebook zitten. Maar word je dan ook voorzichtiger met het weggeven? Dan zou ik minder voorzichtig worden, want dan heb ik er zelf wat baat bij. Ja, dan verdien je daaraan. Ja. Maar dat, nu heb ik er alleen maar baat bij om die gegevens natuurlijk niet te delen, want het gaat niemand wat aan. Nee, precies, ja. Het is promotiemateriaal. Ja. Hooguit. Ja, precies. Ja, ik vind het, ja, het blijft mij fascineren hoor, vooral die grens opzoeken, want inderdaad, ja, het liefst weer gewoon geen gegevens opgeven. En toen we dit bootje huren, vroegen ze gelijk of ik mijn naam, mijn adres, ik geloof mijn geboortedatum ook. En ik denk van, ja, waar heb je dat nou voor nodig? Want ze hadden mijn creditcardgegevens, hadden ze al, ja. En ik heb al betaald, dus ja. Mijn bankgegevens weten ze ook al. Ja. Maar die jongen die zei al van ja, hoeft niet. Nee, het hoeft niet hoor. Maar dat stond er dan weer niet bij. Nee. Ik had het laatste ook in Düsseldorf in het hotel. Een goedkoop hotel. En die man zei, mag ik een kopie maken van je paspoort? Ik zei, nou nee, dat mag niet. Nou, dat had hij nog nooit meegemaakt. Wat? Nee. En begon hij toen te stijgeren? Of nee, vond hij het wel zei, okay? Ja, dan schrijf ik het wel over. Ja, die gegevens. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar hij had het nog nooit meegemaakt. Hij vond het belachelijk. Had jij trouwens nog die lancering van ons... ik weet nou niet of het een project van hem is, maar... Blendl, dat project waar alle kranten van Nederland ongeveer... Ja, meedoen, ja. ...hun spullen in laten zien of zo. Want ik begreep niet echt wat er nou exact was. Je hebt er toch wel naar gekeken? Ja, ik heb er naar gekeken. Ik heb zo'n account genomen en ik dacht van oké, dus je ziet artikelen langskomen en dan als je het artikel interessant vindt, dan kan je voor de prijs van een tiende van een krant, kan je het artikel kopen. Dus dat is wat, 60 cent of zo, of een euro. Oké. En ja, vond het niet echt speciaal of zo. Ik dacht gisteren van, ja maar wat is nu de... Waarom is dit interessant? Waarom... Ik vind het vooral irritant, want mensen linken ernaar en dan kan ik niet lezen waarnaar ze linken. Oh. Want dan moet ik een abonnement nemen. Ah, dus een soort van teaser. Ja. Continu. Ja. Maar wie linkt er dan naar? Wordt het vrienden, et cetera? Ja, ja, op Twitter, als mensen ernaar linken. Die zeggen, briljant artikel door bla bla bla. Nou, dat ook weer niet, want het zijn allemaal krantenartikeltjes. En over het algemeen kleine artikeltjes. Dus echt heel bijzonder is dat allemaal niet. Nee. Ja, ik dacht vooral van, nou, misschien mis ik iets of zo. Nee. Misschien is er iets wat echt interessant is of zo. Maar... Volgens mij niet. Nee. Reden we nog goed? Of varen we nog goed? Ja, ik moet even kijken waar we precies zitten. Maar moeten we niet de eerste, maar de tweede gracht hebben. Hè? Ja. Ah, ja. Nee, dat maakt ook niet zo snel uit. Nee, inderdaad. Sorry, maar ik ga hem toch even erbij halen. Wat? Je aantekening? Ja. Ja, even wachten, jongens. Ah. Kijk, er ligt een gondel. Oh jongens. Dat iemand heeft een gondel. Ja, ja, zelf gemaakt ook, hè? Wat? Ja.
gaaf. Eentje, even kijken. Maar dan maak je dus een hele tijd, ik maak dan continu wel eens een aantekening van... Oh ja, dit en dat wil ik eigenlijk ook nog eventjes vragen aan Vasilis. Maar dan stop je dat in zo'n wunderlist. Ja. Maar ja, ik heb hem. Dit is van pas geleden. We hebben een tijdje geleden hadden we het over boekmarken, over e-books. En dat e-books pagina's hadden en dat pagina's misschien gewoon, dat dat eigenlijk een beetje een oude manier is om een locatie in een boek, zeg maar, aan te geven. Ja. En, maar die pagina's, die zijn er wel. En als je mij wordt er ook op die manier geboekmarkt? Weet je, nou, weet het je rare is dat sommige... Want jij hebt een e-book gemaakt, toch? Ik heb wel eens een e-book gemaakt, ja. Want ik was er wel benieuwd naar of je dan... Of de reden dat ik het vraag is... Hoe kan je nou dingen boekmarken? Zijn pagina's eigenlijk wel een ding? Als je mij... Pagina's zijn geen ding. Nee. In een e-book bestaan er ook geen pagina's. Dat is ook afhankelijk van je... Ze hebben een soort van nep-pagina's. Ja. Maar het kan dus dat je op een iPhone 3 keer... volgende pagina, volgende pagina, volgende pagina... en dat je dan pas na 3 keer naar de volgende pagina gaat. Ja, precies, ja. Gewoon om het schermpje, dus er past minder tekst op. Plan. Ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee, maar als je dan boekmarkt in zo'n e-book... Is het dan, of als je zo'n link shared, is dat dan gewoon een locatie, een specifieke paragraaf of zo? Of? Nou ja, je kan, dat is een beetje afhankelijk van de e-reader type. Ja. Soms kan je highlighten. Ja. Dus dan highlight je gewoon een stuk tekst. Dan is het een quote of iets dergelijks. Ja, en dan link je daarnaar. Dus dat... Dat is eigenlijk wat je ook op het web zou willen. Hè? Nu kan je op het web alleen maar linken naar dingen die een ID hebben. Ja. En dat is natuurlijk heel irritant. Oh, ja. Maar je zou eigenlijk willen dat je naar alle stukken tekst zou kunnen linken, ongeacht de... Ja, je wilt eigenlijk... Maar de ID, dat betekent dat je elk blokje een ID moet geven, een nummertje moet geven ofzo? Ja. Ja, dat betekent dat als je dat de websitebouwer, als die geen ID heeft toegekend aan een kopje of zo, dan kan je er ook niet naar linken. Nee, precies, ja. Ja, dat is misschien nog wel echt een soort van defect in het web. Ja, daar heb je wel pagina's namelijk. En bijvoorbeeld. En wat? Daar wordt nu wel, er zijn scriptjes. Dus ik heb bijvoorbeeld een scriptje op mijn site gezet. Ja. Waarmee je wel naar. Naar een paragraaf of zo? Ja, dan kan je gewoon naar alles. Je kan een stukje tekst selecteren. Ja. Dat zet je dan in de URL en dan kan je overal naar... Dat is wel handig. Ja. Ja, want bijvoorbeeld bij WordPress, daar was altijd zo'n probleem dat de volgorde van de pagina's achterstevoren is. Dat de oudste pagina is niet pagina 1, nee, maar is pagina 649-83. Ja, en als je een artikel erbij doet, dan hoogt het nummer... van de laatste pagina zich met 1 op. Ja. En dus ik bedacht mensen van ja, dus als je dan naar een pagina wil linken waar een deel van het resultaat zit of zo, dat is heel erg onhandig. Ja, die pagina's zijn heel erg onhandig. Dus ook op het web is het een soort van, zijn pagina's geen pagina's meer, maar moet je misschien linken. Zeker bij WordPress heeft dat stuk gemaakt. Ik heb zelf in mijn fotosite heb ik dat opgelost. Daar zijn die pagina's. Nummer 1 is ook echt de eerste pagina. Nummer 1 is nummer 1. Ja, inderdaad. En pagina 1, daar zou voor altijd alle content van pagina 1 op staan. Hmm. Ja. Ik ben inmiddels weer aan het verder lezen. Maar... Even kijken of we niet overvaren worden door een... Nee, dit gaat goed. Mooi. Geen tegenliggers. Ja, we hebben een goede dag gekozen. Ja hoor. Lekker weer, niet te warm. Nee. Ik heb een keer gezeild in Griekenland. 3 weken langer. Ja. 6 weken of zo. Achter elkaar. Ja. En toen was het zo warm. Op een zeilboot dan heb je ook heel weinig schaduw. En... Dus echt onze voeten waren gewoon 4 lagen diep, was het aan het vervellen. Oh. We waren helemaal van leer waren we geworden. Oh, dat was echt niet normaal.
Ja. Maar wordt het geen zonnebrand meegenomen of wel dat er gewoon Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet. Helemaal kapot verbrand. Nee, dat deden we niet aan. Dat was... Dat is voor watjes. Ja. Bye. Ja, inderdaad. We zijn in onszelf aan het lullen. Oh, briljant. Nou, lekker zo varen. Ik wil wel weer een bootje eigenlijk. Ik heb heel lang een bootje gehad. Ja. Dat is een soort brommertje van mij. En Amsterdam is zeker, nou in de zomer is het een beetje druk, maar in de herfst, ja, dan is het zo relaxed op het water. Dan ben je de enige. Ja. En dan zie je iedereen enorm veel haast hebben en stressen op de fiets, omdat er weer een vuilniswagen op de weg staat. En dan zat ik hier zo, ik ging nog wel veel langzamer, maar, ja, maar je komt er wel. Stress, ja. 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 Ja, geen stress, dat is... ik weet niet, ik zou dat ook wel eens willen. Ik was een boek aan het lezen. En er was iemand die was aan het schrijven over hoe je creativiteit, zeg maar, kan... Zeg maar, ja, hoe dat? Aanzetten. Ja. In jezelf. Hè? Dus elke creative consultant is daar naar op zoek. Okay. Je wil eigenlijk continu weer goede ideeën hebben. Ja. Maar die zei dus van, ja, het is eigenlijk heel saai om dat te bereiken, want het enige wat je hoeft te doen is er tijd voor te nemen. Je moet gewoon zeggen van, zo, vanaf dit tijdstip tot dat tijdstip, ja, heb je eigenlijk niks anders. Ach, al dat soort boeken waarin staat, je moet gewoon zo doen en ja, dan gaat het vanzelf. Echt zo gelul. Heb je ze gelezen? Hoeveel boeken heb je gelezen? Ja, maar dat is echt zo van, weet je... Je moet gewoon even normaal doen en dan heb je nergens meer last van. Zo. Ja, het zijn, lekker makkelijk. Het zijn wel... Ja, ik je weet moet niet. Gewoon voor succes kiezen, ja, dat is, en dan word je vanzelf rijk. Maar daar ben ik het ook wel echt mee eens, hoor. Ja, ja, ja. Ik bedoel, succes is ook een keuze. Ja, ja. Ja. Maar onzin dus. Ja. Het zou kunnen werken. Voor sommige mensen werkt het. Voor de auteur van het boek werkt het blijkbaar. Ja. Maar het is natuurlijk als je dan zo'n boek leest en denkt van inderdaad, dat moet ik gewoon doen. En dan doe je dat gewoon en dan werkt het niet. Het is natuurlijk dubbel frustrerend. Damn. Ja. Ik ben niet creatief of zo. Nee, ja precies. Waarschijnlijk zit het er gewoon niet in. Weet je. Ja, ja. Oh. Maar het kan ook gewoon heel frustrerend zijn als je geen methode hebt. Als je gewoon een beetje met de handen in het haar en wacht tot er soort van dat magische moment komt. Ja. En ik geloof dat het vooral daar was het ook een soort van reactie op. En de tip zat hem voornamelijk in dat je... wat deed je eigenlijk een soort van twee manieren van denken hebt. Je hebt een manier van denken van om dingen gedaan te krijgen. Ja. He, dus dan ben je bezig van, oké, nu ben ik een website aan het bouwen. En dan moet ik nadenken over structuren en een to-do-lijstje aflopen en goed, dat soort dingen. En je hebt die andere modus en die twee die botsen met elkaar. Weet je wel, dus als je bezig bent met dingen aan het bouwen, ja, dan is het erg onwaarschijnlijk dat je ook eventjes rustig kan nadenken over om een probleem op te lossen of... Weet ik voor wat. Oké, okay, ja, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij is dat niet helemaal zo. Ik heb... Ja, ik merk het als ik onder de douche sta bijvoorbeeld. Ik heb, ja, ik heb nu zo'n, hoe heet het, notitieblok onder de douche. Ja, ja, ja. Ik zat wat ik betrap mezelf regelmatig. Ja. Dat je echt in zo'n modus zit. Van, ja, nu kan ik niks anders doen dan douchen. Ja. En dan ben je gewoon lekker mee bezig. Dan plotseling weet je het. Ik had wel een goed idee. Net als in autorijden. Ja, dan heb ja, ik ook meestal de beste ideeën. Ja, dat klopt. Nou ja, dat klopt wel, maar eigenlijk ook tijdens hard werken kom ik ook altijd op goede ideeën. Ja, dus... maak je er dan ook ruimte voor? Zeg je dan, jongens, ja, leuk allemaal die les nu, maar ik moet even dit opschrijven, ja tuurlijk. Even het goede idee opschrijven. Ja, toch? Moet even het domein claimen, jongens. Oké, nee, dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Wat? Ja, ik heb echt zeker al een jaar geen domein meer gekocht. Ik gisteren nog. Nee, een grote verzameling. Ja, precies, ja.
Misschien moet ik me aanmelden bij weet ik wat, anonieme domeinclaimers. .nl of zo. Oh, wacht, dat mag daar geen domein zijn waarschijnlijk. Nee. Wat gaat het een beetje met... Lesgeven. Met lesgeven. Oh, ik ben zo blij, jongen. Wauw. We hopen natuurlijk allemaal dat je erop terugkomt. No way. Nee, ik mis het zakenleven echt voor geen meter. Sterker nog, ik had nooit het zakenleven in moeten gaan. Dat is helemaal niks voor mij. Nee? Nee, want geld kan me geen fuck schelen. Nee, en precies. Wat doe je als je bij een bureau werkt? Dan zorg je ervoor dat klanten meer geld verdienen. Zo simpel is dat. Ja. En als geld verdienen je niks kan schelen, dan zit je daar helemaal op de verkeerde plek. Maar is lesgeven dan echt... puur ideaal of nee, want nee, dat nee. Is toch ook dat leidt nee, ook want ik leid ze wel op ik mensen succesvol maken ja en ik vertel ze ook van jongens jullie moeten rekening houden met ja. Jullie moeten rekening houden met hoe heet dat met businessmodellen of dat soort dingen of ja en met met je portfolio samenstellen, je moet een goede designer zijn en dat je klanten moet uitleggen wat wel en niet werkt. Ja. Dus dat, ik leg ze dat uit. Dus dit, maar die ervaring die heeft dan wel, de ervaring uit het bedrijfsleven. Ja, die, dat het is wel goed natuurlijk dat ik daarin heb gezeten, daardoor ben ik natuurlijk ook een veel betere docent. Ja. Maar ik werd daar nooit blij van, ik werd er gefrustreerd van en de reden is dat... In het bedrijfsleven doet het er niet toe of iets goed is gemaakt. Het doet er toe of het beter converteert dan het vorige. Ja, en ik heb het soms zelfs, want ik dus werk... als een site technisch perfect is, who fucking cares? Als hij maar beter converteert dan de vorige. Maar is het dan niet ook zo, want soms heb je ook... Het maakt niet uit hoe het gemaakt is of hoe het werkt zelfs. Maar eigenlijk dat het gemaakt is. Gewoon puur het feit van, we hebben een website. Ja. Vroeger was dat zo, maar tegenwoordig, we hebben een campagne-website gemaakt. Of we hebben een dingetje. Ja. En iemand heeft gescoord in essentie. Ja. En dat is het enige wat mij nog soms nog wel eens tegen de borst stuit. Ik denk van, hey jongens, dit is je kans om een bijdrage te leveren aan het... Wel, aan mensen, een impact te maken in het leven van jouw consumenten of... Ja, nou ja, en kijk, dat vind ik dus wel interessant en daarom dat kan ik in het onderwijs wel. Ik kan namelijk studenten opleiden om goede designers te worden. Ja. Of nou ja, nee, dat kan ik niet. Ik kan om te weten of talenteerde studenten kan ik nuttige dingen bijbrengen. Ja. En niet getalenteerde studenten kan ik of demotiveren, zodat ze iets anders gaan doen. Of ik kan ze... wel wat betere dingen bijbrengen, zodat ze iets minder middelmatig worden. Ja, of dat ze zich realiseren dat ze inderdaad beter houthakker kunnen worden of zo. Ja, 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 dat is het demotiveren wat ik ook probeer, ja. Ja, op een sympathieke manier, denk ik. Of zeg je, ga alsjeblieft iets anders proberen. Ja, dat kan ik ook wel. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat zal vast wel eens een keer gebeuren. Ja. Ja. Ja, maar vooral dat... Maar goed, maar dat heb ik dus... Af en toe is het gewoon zo futiel. Ja. Dan denk ik van... Waarom zou je het inderdaad nog maken? Waarom zou je hier nog geld in willen stoppen? Dat het... Ja. Nou ja, goed. Daar ben ik gelukkig vanaf. Ja. Ik moet zeggen, af en toe... het maken van iets. Ik maak nu meer dan ooit. Dus ik ben allemaal eigen sites aan het maken, aan het experimenteren. En met nieuwe CSS, nieuwe vormgevingsdingen die we kunnen toepassen. Ja. Daar ben ik allemaal mee bezig. Dat is super tof. Maar het begint een beetje te knagen. Ik begin te denken of ik niet voorzichtig weer eens een klein opdrachtje moet aannemen om daadwerkelijk... iets voor een klant weer te maken, maar ik denk over een half jaar of zo. Ja, precies. Ja, ja ik doe het nu regelmatig voor mezelf. Ik zeg van, ja, ik wil nu echt exact dit wil ik uitproberen. En dan denk ik van, dan verzin ik wel een ding eromheen of zo. En dan ik het door collega's maken. Ja, maar dat doe ik dus heel veel. Hè. Dus ik ben heel veel bezig met experimenteren. Ja. Of meer kunstwerken of een eigen fotosite. Of...
Met verschillende layouts voor mijn eigen site ben ik aan het spelen. Ja. Nieuwe technieken. Maar het lijkt me ook wel eens leuk om dat misschien eens een keer voor een echte klant weer te gaan doen. Ooit. Ja, die behoeftes heeft. Ja, en, misschien. Ja. Jongens, noteer dat telefoonnummer alvast. Hieronder. Maar het valt me ook heel goed om workshops te geven. Ik geef nu workshops bij allemaal bedrijven. Dat vind ik ook leuk. Ja, ik hoorde goede reacties van een... Gedeelde reacties, denk ik, dat je gehoord hebt. Oh. Gemengde misschien reacties. Misschien heb ik met de leukste mensen gesproken. Ja, ja. Nee, niet. Die workshop bij Mirabeau, die ging niet 100% goed. Oké. Okay. Maar... Nee, maar dat bevalt ook goed. Dat vind ik ook superleuk. Ben je dan met opleiding ook bezig met van... Is dit nog wel... Is HTML en deze techniek, is dat nog wel de toekomst? Natuurlijk hou ik me daarmee bezig. Ja, ik ga niet... Weet je, er is daar tot 2 jaar terug, geloof ik... Is daar ActionScript onderwezen. En je weet gewoon... 2 jaar terug wist iedereen... Zelfs 4 jaar terug wist iedereen... Dat is het hem niet. De mensen die over 2 jaar van deze school afgaan, die gaan niks met ActionScript doen. Maar was het niet, werd het niet onderwezen als een soort van Pascal? Hè? Toen ik vroeger developer werd, ja, toen hadden ze Pascal. En Pascal is een educatieve taal. Hè? Of tenminste, dat is een taal waarin je heel makkelijk bepaalde patronen kan uitproberen. En ja, een soort van basic. Nee, kijk, want zo ver gaat het onderwijs hier niet op deze opleiding. Dus okay. Je leert niet de basisprincipes van programmeren. Eentjes. Ja. Je leert niet... Wow. Mooi shot. Ja. En je leert niet om... wat een programmeertaal is. Nee. Je leert dingen maken met bepaalde talen. Ja, gewoon echt het toepassen van techniek. Ja. En ik denk dat HTML en CSS de komende jaren zeker nog relevant blijven. Sterker nog, ik denk dat de dingen die wij online zetten met HTML en CSS, zeker met HTML, dat die over 50 jaar nog toegankelijk zijn. Zolang wij onze domeinregistratie betalen en hosting, kunnen mensen dat nog gewoon bekijken met de apparaten die ze dan hebben. Okay. En voor andere formaten twijfel ik daar sterk aan. Formaten als wat EPUB of e-books of dat soort dingen? E-books, EPUBs, maar ook dingen als... Apps? Apps, zeker. Ik bedoel, de apps die ik op mijn eerste iPhone kocht, die werken niet meer. Als ze niet geüpdate zijn. Nee, precies. Allemaal. Dat bestaat pas 4 jaar of zo, 5 jaar. Ja, dat was ook een wilde periode. Maar bijvoorbeeld ook Word documenten. DocX heel misschien, maar oude doc-documenten, over 10 jaar kan je die niet meer openen. En dat terwijl bijvoorbeeld tech, het taaltje waarmee een heleboel mensen hun thesis hebben geschreven op de universiteit of wat ook. Ja. Dat is gewoon, dat werkt nog prima. Ja. Dat is een prachtige taal. Ja. Of jammer dat opmaken en inhoud gemengd is, maar daar kan je nog meningen over hebben. Ja, want ik sprak pas geleden met een stel mensen van een bedrijf en die zeiden van ja, wij zijn gewoon weer terug naar... En zij hadden te maken met grote publicatiebedrijven. Ja. Hele grote redacties, mensen die boeken schrijven en dat soort dingen. Ja. En die zeiden van ja, we zijn gewoon weer terug naar XML en naar echte waarlijk semantische talen. Tuurlijk, ja. Dus niet meer dat... Ik zou niet eens XML, ik zou zelfs nog brabbeliger nemen. Hoe brabbeliger kan het? Nou ja, ik denk Markdown is over het algemeen is dat prima. Ja, maar die is dan niet gestructureerd en hij is niet te valideren. Tenminste Ja, je kan het exporteren naar wat je maar wil. Ja, natuurlijk, als je complexere dingen wil, maar voor de meeste boeken meer dan genoeg Markdown. Ja, hun overweging was vooral, ze hebben te maken met redacties. En ze willen eigenlijk zoveel mogelijk vrijheid geven, zonder zeg maar het stuur in handen te geven. Een beetje waar we vroeger over hadden, dat ze zeiden van, gaan we ze WYSIWYG geven, zodat ze vormgeving kunnen toepassen, of dat er in ieder geval headers zijn. Yeah. Of zullen we ze gewoon alleen maar blokjes laten maken, en dat al die blokjes onder elkaar, dat zeg maar dan vanzelf de stijl krijgt die de programmeur heeft bedacht. Ja. En zij zeggen van, ja, weet je wat, we
we maken een heel mooi semantisch document waar alles netjes in elkaar genest is. En, maar ook waar we kunnen zeggen van, hé, hey, als je een kopje maakt, dan is het volgende item is een introductie. En die moet minimaal zo lang zijn. Ja, ja, ja. En dus dat zou ook een soort van op een inhoudelijk niveau de redactie stimuleren om iets consistents te maken. Nou ja, dat is wel goed. Dat soort dingen zijn goed. Dat, ja. Ik heb mijn vader ooit HTML geleerd. Ja. Omdat hij wilde zijn... Alle wetenschappelijke artikelen die hij door de jaren heen had geschreven, die wilde hij online zetten. Oké. Okay. En toen zei ik, ja, nou, sorry, maar dat zal je HTML moeten leren, want het zijn nu allemaal Word-documenten. Zo gaan we dat niet online zetten. Dus toen is hij dat allemaal gaan structureren. Ja. Yeah. En toen, een paar weken later, zei hij, mijn artikelen zijn beter geworden. Oh, wow. Hij wordt gedwongen om na te gaan denken over de structuur van zijn documenten. Yeah. En daarvoor deed hij... Dan schreef hij wat en dacht hij, nou, nu is het tijd voor een kopje. Maar ik heb al 3 keer een bold kopje gedaan, laat ik nu eens een italic kopje gebruiken. Dus hij deed helemaal niet aan structuur, maar dat is ook dat is eigenlijk de toolset die WYSIWYG editors je geven. Die geven je de toolset om te gaan vormgeven. Ja. En als je kan vormgeven, ga je dat doen. Ja, daar is dat van visuele balans nastreeft in plaats van echt een goed gestructureerd verhaal. In plaats van dat je gaat schrijven, ga je dan verven. Dus, ja, en dat moet je niet doen, want je kan niet verven. Want je bent een schrijver. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, je moet er eigenlijk niet mee bezig willen zijn. Nee, precies. Dat vind ik zo mooi ook aan die IA writer. Dat is ook echt de filosofie achter IA writer is... Je kan niks instellen. Nee. Ja, niks. Nee, zelfs het font niet. Je kan het niet eens groter maken. Ja, dat kan wel, maar dat kan alleen maar door je scherm breder of smaller te maken. Oh, okay. Als je scherm smaller maakt, wordt je font kleiner. Oh, ja, dat is me nu nog niet eens opgevallen. Nee. Zo consistent is dat. Ja, het is echt fantastisch. Ja, ik ben daar ook best wel fan van. Het heeft wel zijn beperkingen, merk ik hoor. Het is af en toe ben je echt... Vooral bij het exporteren. Dan denk ik van, oké, ik heb nu een goed gestructureerd document gemaakt. Ja. En exporteert en dus ziet het er niet uit. Of zijn alle kopjes even groot of zo. Dus maar ik moet maar eens nog eens een keertje kijken naar of ik misschien de vormgeving wat sprekender kan maken. Ja, je kan daar natuurlijk templates aan hangen. Hè, ja, precies. Ja. Dat kan. Daar heb je... Misschien je HTML voor te moeten kunnen. Nee, CSS. CSS alleen? Ja, dat is... Oké. Okay. Kijk, HTML... Daar komt niks van. Dus er wordt gewoon van alles... Nee. Interessant. Een mooi kruispunt. Ja, precies. Ja. Een dobbertje midden op. Wat is deze? Deze nemen of zullen we daar een volgende? Nou, ik weet dat die heel erg leuk eruit ziet. Ja? Dus, zullen we deze dan doen? Ja, ja? Even een rondje draaien. Kan ik me herinneren hoor. Ja, ja, die is ook heel mooi. De Leidse Gracht. Maar even moeten we dit vaker doen voorzien. Het is wel heel relaxed, hè? Het is even wennen. Ja, inderdaad. Ja. Zo, dan zitten we nog wel op de goede straat. Maar is dit dan ook een straat? Qua nomenclatuur of is het gewoon de gracht? Ja, de gracht. Ja. Hey, mocht je mensen willen bellen. Zo. Ja, ik zit nu aan de... Oh. Ja. Je zegt ook, als je dus woonboten, die hebben ook een... Dan straatnaamnummer, ja. Of een straatnaam, maar het huisnummer tegenover het huisnummer waar ze woonden. Oh ja. Wat staat het er dan ook in? Tegenover 1? Ja, TO1. Ja. Oh, TO1. Dat weet ik allemaal niet, joh. Een vriend van mij woonde jarenlang op TO51. Toen kwamen een hele vervelende gast... Van vroeger kwamen we een keer tegen. Ja. En zei, hey, kom een keer bij je langs, lig je nog steeds daar de Jacob van Lennepkade. Ja. Zei, nee, tegenwoordig lig ik op de Rozengracht tegenover 120. Maar goed, Amsterdammers weten dat die gedempt is, de Rozengracht. Maar dit was geen Amsterdammer. Ja, en die zal ongetwijfeld ook...
als waarheid nemen. Hè, als jij, ja, als die eerst zegt dat hij je komt opzoeken en daarna... Ja. Ja. Maar goed, ja, ik heb nog steeds de hoop en dat is een beetje waarom ik het vroeg van die gestructureerde taal. Ja. Ik heb nog steeds een beetje de hoop dat we... Het semantisch web, dat dat nog een ding wordt. Ja, dat is het toch al. Ik weet nooit zo goed wat dat semantisch web is, nou ja, anders echt dan wat we al hebben. Ik had het... Ja, meer diepgang eigenlijk. Hè. Nu zeggen we kopjes en een beetje structuur kunnen we aangeven met HTML. Ja. En dat wordt steeds beter inderdaad, maar het vergt nog wel echt discipline. Maar ja, zodra je... Ik geloof dat we op een gegeven moment hadden we een soort van subsetje van HTML. En dan kon je zeggen... dit is een adres van een vriend. En dit is een e-mailadres van een kennis. En dit is van het bedrijf waar ik werk. Ja, relations. Ja, precies. Ja. Ja. Dat vond ik een hele leuke toevoeging. Want dan, daar kan je iets mee. Plotseling wordt het internet wordt dan niet gewoon een stapel documenten. Maar dat bestaat gewoon. Een soort van API. Dat bestaat gewoon. Ja, maar dan moet iedereen meedoen. HTML is een API. Ja. Is HTML een API? Natuurlijk, dat kan je toch gebruiken, waarom niet? Je kan toch gewoon een HTML pagina... Ik hou bijvoorbeeld, er zijn een aantal blogs die ik volg die geen RSS feed hebben. Nou, dan hou ik gewoon in de gaten of die... Daar heb ik scriptjes runnen die in de gaten houden of die pagina verandert. Oh, nou, als die verandert, dan krijg ik een mail. Het staat trouwens, nu je daarover hebt, dit is een bedreigd die soort antwoorden, hè? RSS. Ja, gaat niet zo goed ermee. Ik heb vooral begrepen dat de RSS wordt ook gebruikt voor podcasts. Ook die van ons. Ja. Maar er is een patent van de syndicatie, en dat is wat je dan doet met RSS. De syndicatie van beeld en geluid via een abonnementsvorm in een bestand. Dat is eigenlijk wat RSS is. Ja. En er is dus iemand die heeft dat patent. Ja. En die is nu geld daarvoor aan het vragen. Oké. Okay. Dus die, en dat is geen, hij wordt een patent troll genoemd. Ja. Weet je wel, dat zijn mensen die continu patenten inkopen en daar slaatjes uit proberen te slaan. Maar en die er verder niks mee doen. Ja. Ja, maar wel echt dik mee veel verdienen. Die alleen maar juristen in dienst hebben en geen... Dan gaan ze naar Apple toe en dan zeggen ze, nou, dat is dan 45 miljoen. Ja, ja, ja. En dan zegt Apple, oké, als ze er geen spel tussen weten te krijgen. Ja. Maar Apple die heeft ook 1000 juristen, dus die zit maar er goed, ook op. Ja, er is dus een patent op RSS. Maar deze meneer die heeft het ook daadwerkelijk uitgevonden ergens in 1992 of zo. Ja. En die probeert dat dus nu... die licenties af te nemen. En voor Apple is dat al gelukt. Voor wat andere grote ook al. HP en nog wat andere grote bedrijven die ook dingen uitgeven. Ja. Maar het lijkt er dus heel erg op dat de kleinere bedrijven... neem ons bijvoorbeeld. Wij zouden prima ook aangeklaagd kunnen worden. Krankzinnig. Nou ja, wij niet, want we leven gelukkig niet in Amerika. Nee. Dus wij hebben niks te maken met die waanzin. Nee, even kijken, de spullen staan ook niet in. Nee, staan ook niet in Amerika. Jawel, de Vimeo, maar die heeft ook geen RSS. Maar. Zonde is dat. Ik snap softwarepatenten niet. En dat is het mooie aan het web. Dat is bewust zonder patenten. Ja. Dat is open, letterlijk. Ja, het is letterlijk open. Ja. Het is bewust in het public domain gezet, want anders zou het niet werken. Nee, precies. Ja. Het doel was om letterlijk iedereen die ermee aan de slag wil, die kan dat. Ja, het idee was inderdaad ook, het idee was meer ook een read-write web. Hè? Dus de eerste browser, daar kon je ook documenten in bewerken. Ja. Maar ook echt op de server? Of? Ja, dat is natuurlijk wat lastiger. Ik weet het niet zo goed. Was dat... Ik heb dat natuurlijk ook meegemaakt. Dat was Netscape of zo, toch? Nee, nog veel eerder. Oké. Nee, de Mosaic, of nog eerder, dus de allereerste browser. Ja, dat was, Gopher. Text. Nee, dat was na Gopher. Was een ander protocol. Ja, precies. Dat was geen www inderdaad. Nee. Dat was geen web. Nee. Het was een of andere BBS of zo-achtige format. Ja. Maar er werd al wel hypertext gebruikt, geloof ik. Nou ja, goed. Maakt wel mee. Lekker belangrijk. Ja.
Maar de, ja, inderdaad. Ik vond het op zich wel interessant, want de mensen die zeiden van, ja, dat is dan zo'n patent troll en die wilt er dan weer geld mee verdienen en weet ik veel wat. En dat is allemaal, hij is maar een van de, zo'n gierig persoon die dat... Ja. Maar aan de andere kant, het was misschien, ja, het is wel een idee die hij heeft verzonnen. En zo, ja, okay, zo werkt het met patenten, dan mag je dat beschermen of moet je dat zelfs beschermen. Ja, dat is gewoon ook zo irritant. Ja. Softwarepatenten zijn, dat is gewoon, want hij is niet degene die het heeft verzonnen, hij is degene die het eerste daar een patent op heeft aangevraagd. Ja. En ik weet zeker dat tegelijkertijd met hem, of misschien een week eerder of een week later, iemand anders precies hetzelfde heeft verzonnen. Ja. Dus dat... Ja, dat is een beetje ook waar ze nu allemaal naar kijken van, ja... Is a prior art, zoals ze dat noemen. Hè? Dus heeft iemand het al eerder gedaan? Ja. Want dan is het geen geldig patent. Nou goed, het, sowieso, die patenten die zijn krankzinnig. Laatst heeft Amazon het patent gekregen voor het maken van een foto op een witte achtergrond. Dus het maken van een foto van een product op een witte achtergrond. Ik durf te wedden dat daar al... Er moet prior art zijn. Dat kan niet anders. Daar hebben ze een... Ja, maar dat hele systeem is ook gewoon raar. Want ik heb begrepen dat iets van 95% van de patenten uiteindelijk allemaal goedgekeurd worden. Oh. Oh, we moeten worden ingehaald. Oh, dat zien jullie al. Ja, dus jullie zagen dat al lang. Het is wel spannend wanneer zien ze dat is. Ja, ons achteruitkijkspiegeltje is wel heel erg klein, hè? Zit een beetje ver ook. Kijken of ik moet tegenhouden. Nee, dat gaat goed. Ja, we hebben stootkussens. Oh jee. Het lijkt net alsof ik dat helemaal onder controle heb. Net op tijd. Zitten we eigenlijk een beetje op de terugweg? Ja, we varen nu terug. Ja, nee, patenten, vooral softwarepatenten. Ja, alle patenten eigenlijk. Het is gewoon zo, het is allemaal... Het klopt gewoon niet. Vooral als iedereen ermee aan de slag moet, als dat dan het doel is. Ja. Het is zo raar dat je dan achteraf besluit van, oh ja, weet je nog, dat ding wat helemaal populair is geworden, ja, daar moet je nu geld voor betalen. Ja. Als je er zelf wat mee doet, is er nog iets voor te zeggen. Ja. Maar als je alleen maar juristen in dienst hebt, dan is er niks voor te zeggen, vind ik. Ja, en dat zijn dan de regels die heel erg versoepeld zijn of... Dat je inderdaad een ding ermee gemaakt moet hebben of weet ik veel wat. Ja, ze zijn er naar aan het kijken in Amerika. Maar ook alle rechtszaken over patenten worden allemaal gevoerd bij één, hoe heet het? In één staat, geloof ik. Nou, zelfs nog bij één specifieke rechter in Texas. Oh! Letterlijk. Want die is heel erg voor bedrijven die patenten aanvragen? Ja. Ja, dat is handig. Ik denk dat hij ook een heel groot huis zal hebben. Die specifieke rechter? Ja. Ja, dat zal best inderdaad. Die zal daar best wel wat... Die zal heel sympathiek gevonden worden. Niet alleen ideologisch, denk ik. Zou je dat op kunnen zoeken? Dat zou wel zijn adres. Ja, zijn adres, maar ik bedoel, zijn naam is bekend, neem ik aan. Ja. Je kan zien waar hij allemaal misschien zelf aandelen in heeft. Ja, zou dat mogen eigenlijk? Als rechter zijnde, het zou echt belangenverstrengeling zijn dan toch? Ja, maar belangenverstrengeling doen ze niet zo moeilijk over in Amerika. Als je kijkt naar de belangen van de mensen in de Senaat daar, en hoeveel geld die krijgen om verkozen te worden. Want ook rechters worden verkozen, dus die krijgen ook geld. Ja, nee, daar wordt niet zo moeilijk over gedaan. Nee. Gek genoeg. Nee, en er is ook een hele sterke lobby natuurlijk. Ja. En dat,
wat was het ook weer, Obama, die zei zo van, ja, in mijn regering komen geen, zullen we niet meer luisteren naar de lobbyisten. En dat was ook zo. Alleen had hij daar een trucje voor gevonden, want hij heeft gewoon, zijn regering bestaat uit lobbyisten. Oh ja, ja. Ja, inderdaad, hè. Dus hij sprak niet om waarheden, maar nee. Dat was wel een beetje sneaky. Ja, ja, ja. Op zijn minst. Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Daar hebben we in Nederland niet zo heel veel mee te maken. We hebben wel natuurlijk te maken met licenties. Die moeten we wel betalen. Voor sommige dingen. Ja. Ja, voor software en muziek, ja, precies. En televisie. Ja. Ik vraag me nog steeds af hoeveel nostalgie, zeg maar, waarom dat maar niet een verdienmodel lijkt te krijgen, weet je wel? Dus als je, ik bedoel, Bassie Nadiraan is misschien niet het beste voorbeeld, maar er zijn een heleboel van die Amerikaanse series, ja, waarvan je denkt van, oh ja, dat was geweldig. En toen, als je ziek bent of zo, dat je dan, ik kan dan echt een week achter elkaar aan de Columbo kijken. Alleen maar afleveringen van Columbo. Okay. Maar die afleveringen zijn nergens te bekijken. Die zullen misschien af en toe eens een keertje ergens op een of andere obscure Amerikaanse zender komen. Ja. Maar die wil je eigenlijk op een moment dat je het nodig hebt, ja, zou je die willen kijken. Ja. Maar ja, Netflix heeft ze niet. Nee. Ik weet niet, uitzending gemist ook niet. Nee. Maar volgens mij is dat best wel geld om mee te doen. Volgens mij is dat een hele grote markt inderdaad. Voor ja. Ja, op YouTube staat veel van die zooi. Dus ik weet, ja, nou ja, niet van dat weet ik dat niet. Maar ik weet bijvoorbeeld dat mijn dochtertje, die heeft het fantastisch. Ik weet nog wel, dat vroeger dan zag ik heel af en toe een filmpje van Tom en Jerry. Oh wow. Maar dat was dan toevallig als ik op dat moment bij een tv zat. Ja, precies, mijn dochtertje, ja, kan gewoon, wanneer zij maar wil, kan zij alles van Tom en Jerry kijken op YouTube. Ja, achter elkaar. Ja, achter, ja, dat doet ze dan ook. Dat ze helemaal verzadigd is. Fantastisch is dat. Daar ben ik echt wel jaloers op. Dat had ik ook moeten hebben vroeger. Dus mij kwam er dan nergens meer iets van. Ik heb dat zelf wel eens, dat binge-watching, hè? Ja. Dus, zoals ze dat bij Netflix allemaal noemen. Ja. Ik heb dat pas geleden met Doctor Who gedaan. Okay. Heb ik alle series van Doctor Who achter elkaar, ja, gekeken. Precies, ja, precies. Zoals het hoort. Ja. Je komt niet van je kont. Nee. Wij hebben ook allemaal series. We begonnen redelijk laat met kijken van series. Ja. Dus toen konden we alles achter elkaar kijken. Ja, precies. Zes, ja, seizoenen. Ach. Nou, dat doe je dan in 2 weken. Ja. Heerlijk. Ja, ja, maar ik wilde ook wel eigenlijk experimenteren met mijn Arduino, ja, maar dat kwam er maar niet van. Nee, nee, dat moet een andere keer. Ja, 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 precies. Maar wanneer? Ja, nee, dan goed, dat is bij ons ook hoor. Want ik heb het de laatste tijd redelijk druk gehad. Ja. Nee, dan worden er geen series gekeken, nee. Nee. Oh, dan maak je er gewoon echt een taak van. Ja, precies. Dan is het gewoon, hoort bij je werk of wat dan. Zit ik s'avonds te werken, ja. Ja, inderdaad. Huiswerk nakijken en zo. Nee, dat valt mee. Maar het is meer het voorbereiden van lessen. Okay. En het voorbereiden van workshops. En ik heb wat lezingen gehouden. En dat is toch allemaal, dat is best wel werk. Dan, ja. Om dat, het is belangrijk om er genoeg aandacht aan te geven. Ja, 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 zeker. Ja. Ja, ik had het zelfs zo druk dat ik misschien zo te weinig aandacht had gegeven aan sommige dingen. Ja, ja, ja. Ja, je moet af en toe inderdaad echt even ontspannen of zo. Maar... ja. Maar ik was dus bezig, want ik ben dus een beetje aan het klooien met Arduino's. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, wel met een Makey Makey, maar met Arduino's nog, oh, niet. Ja, ja, Makey Makey is inderdaad ook zoiets. Maar het is best wel interessant. Op een gegeven moment kom je erachter dat, ja, die dingen waar je dagelijks mee bezig bent, een telefoon of een... ja, met het, dit bootje bijvoorbeeld. Ja. Tenminste, voor mij was het een soort van heel raar aha-moment. Dat ding bestaat uit onderdelen. Ja, en die, ja, kan je uit elkaar halen. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel, dat wist jij wel. Ja, dat weet je wel. Ja. Maar als je dan zegt van, oké, dus dat betekent dat ik heb nu een klein computertje. En ik heb een
weer een sensor die een temperatuur kan meten. Ja. Ik kan nu zeggen, deze ventilator moet aangaan als het 23 graden is. Ja, 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 ja. Bestaat er een ventilator die dat kan? Nee, niet bij de Brokker in elk geval. Nee, maar die kan je wel lekker zelf maken. Maar die kan ik nu in elkaar zetten. Ik kan gewoon een relais maken dat, hoe heet het, het snoer zeg maar contact maakt op het moment dat het 26 graden is in het huis. En denk van, wauw, ja, dat is wel gaaf. Ja, je kan echt... Ja. Ik vroeg me laatst af, zijn we klaar met innoveren even? En dat waarschijnlijk niet. Maar op het gebied van operating systems had ik het vooral. Als je kijkt naar voor de desktop, voor computers. Ja, ja, die worden wel elk jaar nog geüpdate en dan zit er een featuretje bij. Maar om dat nou echt innovatie te noemen, dat we echt dingen revolutionair anders doen. Dus ze worden niet beter ook, ze worden anders. Ja, ja. Of het is micro-optimalisatie. En ik heb het idee dat, hè, dus de iPhone die kwam uit, dat was echt revolutionair op het gebied van hoe je met kleine apparaatjes omgaat. Dat, ja, en ook hoe er een aantal dingen samenkwamen. Ja, maar dat was echt innovatief. Ja. Maar gaat het nog meer gebeuren? Als je dan kijkt naar alle volgende versies van iOS, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet of dat nou echt wel zo innovatief is. Nee, ja, het is een designverbetering of zo. Oh, we hebben iets geraakt, geloof ik. Vaar over iemand heen. Ik moet even met de arm hier. Zit er iets in? Ja. Oh, god. Dat zei de bootverhuurder dus. Ja, het kan voorkomen dat je plotseling je motor iets anders doet. En dat betekent dat er iets in het schroef zit. In de schroef. Dat was net tegen de klok in, hè? Ja. Plastic zakje. Broodzakje. Zo. Oh. Ja, en we gaan weer. Maar, nou, ik denk, ik vroeg maar me dat. Maar wat denk je zelf? Denk je, want in principe, je kan een lijn doortrekken en er is een soort van drempel waar je langzamerhand oprijdt en dan, hup, dan komt er weer een innovatie. Nou ja, dat gevoel heb ik een beetje, weet je wel. Oké, laat ik het zo zeggen. Ik vond toen de iPhone uitkwam, toen zat ik daar op te wachten. Ja. Ik weet nog dat ik zat al zeker 2-3 jaar, misschien al langer, zat ik te kijken van, ik wil een apparaat wat precies dat kan wat de iPhone kan. Alleen wist ik niet dat ik de iPhone wilde, want die bestond nog niet. Nee, dus precies. De hele tijd met te kijken, wat zijn er nou voor apparaten die dat doen? Want ik heb daar behoefte aan. Ja. Maar die waren er niet. Nee. Die bestonden niet. Dus er was behoefte aan. En als ik nu kijk naar de apparaatjes die er worden uitgevonden, dan zie ik die behoefte niet. Nee, de vervullen niet een soort van oerbehoefte waar. Nee, die maken het leven niet beter. Ze maken het leven misschien anders, maar het is niet iets wat ik op dit moment mis, wat zij zouden kunnen doen, wat nu niet kan. Nee, inderdaad. Nou ja, hooguit wat de manier van informatie invoeren. Daarvan kan ik me voorstellen dat het ietsjes beter of anders wordt. Als je bijvoorbeeld de Google Glass als voorbeeld gebruikt. Ja, nou ja, ik heb dus bijvoorbeeld bij Google Glass heb ik echt zoiets van, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ja, ik... Jij hebt hem opgehaald. Ik heb hem opgehaald. Vertel eens, wat moet je ermee? Wat moet ik ermee? Zodra je er niet lelijk uitziet en de batterij het altijd gaat doen, is het best wel interessant. Want je hebt continu beschikking tot je beeldscherm. Weet je nog dat, of weet je nog? Als je nu in de coupé zit bij in de trein, dan zit iedereen zo. Ja. Dat hoeft dan niet. Ja. Zeg maar een iteratie, of laat het 4 of 5 generaties van de Google Glass zijn, zal op een gegeven moment een soort van heads-up display laten zien en dat je in essentie dat de realiteit verrijkt wordt, continu. En dat je dus niet meer ergens naar hoeft te kijken, maar dat je gewoon bezig bent met
ja, met naar de wereld kijken. Maar goed, maar daar dat, heb ik dat verrijkt wordt. Zeg maar. Ja, maar vertel eens iets, wat wordt er verrijkt? Bijvoorbeeld dat je kan zien van, weet ik wat, dat er een agenda-item. In essentie de dingen die nu hierin zitten, ja, die vertalen zich gewoon naar... Als, ja, ja, prima, dat snap ik allemaal, maar ik weet dus niet waarom wil ik dat non-stop in mijn gezicht hebben? Waarom wordt mijn leven beter? Dat is een hele goede. Als ik dat de hele tijd zie. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust alle alerts heb ik allemaal uitstaan. Ja, waar gaat dat over? Neem me serieus. Alle OS'en die zitten nu zo van, hey, ik heb een opmerking of er is iets gebeurd in de wereld. Ja, ja, nou, elke app zegt ook, ik wil je opmerkingen sturen. Ja. Ik wil geen opmerkingen, laat me lekker met rust. Nee, maar ja. Maar waar komt die behoefte vandaan? Want het is niet bij mij en bij jou, nou, blijkbaar precies ook niet. Maar dus waarom zou ik dat dan wel de hele tijd in beeld willen hebben? Dus ik nee, zie niet helemaal in... Hetzelfde met telefoontjes. Dat is nu... telefoons! Of nee, niet telefoons, sorry, horloges. Ja, nee, die horloges, dat is gewoon een stom idee. Ja, al die fabrikanten die die dingen uitbrengen, die zijn nu ook allemaal prijsvragen aan het... uitschrijven. Om te verzinnen wat je ermee moet. Ja, misschien weet iemand anders of je er wat mee kan. We hebben die dingen gemaakt. Maar... We weten eerlijk gezegd ook zelf niet wat we ermee moeten. Nee. We willen alleen de boot niet missen. Ja. Ja, nee, met die horloges, dat snap ik echt niet. Op geen enkele manier is dat... Dus dan kan je een waarschuwing krijgen dat je iets op je telefoon kunt zien. Ja. Ja, inderdaad. Dus dan is het misschien iets makkelijk, iets meer bij de hand of zo. Ik weet het niet. Nee, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Maar voor de Google Glass dacht ik en zo, nou, dat is misschien een betere interface dan continu naar zo'n mobieltje staren. Ja. Maar inderdaad, dan is nog steeds de vraag of je regelmatig al die informatie in beeld wil hebben. Ja. Achteruit varen is altijd lastig. Ja. Ik weet nooit welke kant ik op moet. Hoi. Hallo. Hey. Kan hij nou hier onderdoor komen of gaat hij afslaan? Ze hebben geen knipperlicht, hè, die dingen? Nee, ik ga er wel onderdoor. Nee, ik moet achteruit. Nee, hij wacht wel. Ja. Eigenlijk moest ik hem voorrang geven. Ja, sorry. Ja. Dank je. Hey. Oh, ik zie het al. We zijn er bijna. Ja, joh. Maar goed, dus daarom vraag ik me af. Zitten we aan het eind van de innovatie? Ik denk dat er gewoon een nieuwe generatie moet komen. Is dit nog wel innovatie? Ja. Ik denk serieus dat er... Ik bedoel, Spotify was een best wel interessante innovatie. Ja. He, dus dat je gewoon continu, waar je ook bent, altijd alle muziek ooit kan spelen. Ja. Of het ook echt gebeurt, vraag ik me af. Ja, ik goed, denk dat kijk, dat steeds... zijn natuurlijk dingen die zijn uitgevonden omdat er een omdat we telefoons bij ons hadden die altijd online zijn. Daardoor is er natuurlijk het een en ander geïnnoveerd. Maar als ik nu ook kijk naar de apps op iOS... Nou, het is eigenlijk heel erg saai. Wat heb je maar? To-do-listjes. Ja, gewoon wat vroeger op je Treo zat. Foto's bewerken. Ook niet echt goed. That's it. Nou. Nee, ja, het is niet. Ja, dat, een beetje... Is dat dan de belofte van de iPhone? Well, oh. Oké. Okay. Ja, maar je kan... Nee, ja, ook niet. Nee. Nou ja, goed, je kan bellen, maar dat doet dan niemand. Met je WhatsApp tegenwoordig. Ik heb dus niet veel... Nee, zeg maar, misschien moeten mensen zo'n terugblik doen. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik het sowieso nooit snapte. Ik ben nooit een visionair geweest. Dus toen de mobiele telefoons kwamen, zei ik, what the fuck moet je met een mobiele telefoon? Ja, maar dat is dus niet zo. Want je zei dus net van, ik wilde... Nou, en je had de iPhone uitgevonden voordat hij er was. Ja, oké. Okay. Dat was een iPhone. Maar een mobiele telefoon, dus waarmee je kon bellen en sms'en. Daarvan had ik gezegd, wat moet je daar nou weer mee? Nee. Heb je toch helemaal niet nodig? Nee, maar ik begrijp wel dat punt wat jij maakt. Want jij eigenlijk...
je wacht weer op dat moment dat je echt iets zo enorm mist. Ja. En je weet zo van, oké, jongens, we hebben dat ding, we hebben dat ding. Als je die nou samenvoegt, dan hebben we het. Ja, dat, precies. Hè? Dan hebben we de iPhone. Ja, of, dus ik heb niet zoiets van, in mijn geval als was ik dat... nou een camera op mijn zonnebril had, dan kon ik alles altijd opnemen. Ooit. En delen met de hele wereld. Nee, heb ik op geen enkele manier spreekt dat mij aan. Nee, maar soms is het ook, en dat is misschien ook waar dat horloge vandaan komt. Er zijn een heleboel mensen, bedrijven, die zien zo van, wat kunnen we daar een slaatje uitslaan? Kunnen we inderdaad, dat betekent dat mensen altijd bereikbaar zijn of continu naar een schermpje kijken. Misschien is dat ook waar de Google Glass vandaan komt, en dat je continu naar advertenties kan kijken. Ja, maar goed, misschien vinden we, daar, tuurlijk. Dat is het verrijken van de wereld met nog meer advertenties. Ja, tuurlijk. Ja. Kunnen we eindelijk die skyscraper, kunnen we letterlijk een skyscraper maken. Kan je hier een banner op zetten, dat mag helemaal niet nu, maar met een Google Glass mag ik hier wel. Ja, tuurlijk. Op die boot en op die gevels mag ik helemaal vol met banners zetten. Precies. Dat is het. Maar of mensen daar ook daadwerkelijk op zitten te wachten, daar zitten marketeers op te wachten. Ja, en het ligt eraan wat voor wederwaarde er teruggegeven wordt. Ja. En dan komen we eigenlijk weer, op de heenweg hadden we daar al over, van ja, vinden mensen sommige dingen wel waardevol genoeg? Of ja, beseffen mensen wel dat hetgeen wat ze ervoor terugkrijgen echt gewoon een flutdienst is? Ja. Weet je wel? Ja, ja. Dus als je nu naar Gmail kijkt, Gmail wordt letterlijk slechter. Net als Google. Wordt letterlijk slechter. Elke keer als ik er naar kijk, dan denk ik van, ja jongens, jullie begrijpen gewoon niet wat ik wil. En dat begreep je vroeger wel. Maar dat was interessant. Daar moet je naar kijken. De prachtige presentatie van Maciej Czeglowski, dat is de maker van Pinboard. Ja. Dat is een bookmarking site, heel simpel dingetje. Ja. Die had een prachtige presentatie, die is helemaal terug te lezen. Mm-hmm. Over hoe het zit met data en vooral ook hoe het zit met geld verdienen bij dat soort bedrijven. Ja. Dus je hebt nu heel veel van die bedrijven die worden gefund met geld van durfkapitalisten. En dat die krijgen dat geld omdat ze beloven dat ze over 10 jaar heel veel geld gaan verdienen. Ja. Maar die verdienen dus helemaal geen geld. Maar die zeggen, over 10 jaar is adverteren zo goed dat we geld verdienen. Adverteren is nog helemaal niet goed. Het is gewoon, dus de targeted advertising is gewoon idioot. Ja, dat is ruk ook. Ja, precies. En nog veel belangrijker, niemand heeft belang bij targeted advertising. Nee. Maar dat is wel waar al die diensten op gebaseerd zijn, namelijk dat targeted advertising beter gaat worden. Dus dat... Ja, maar zijn dan die geldschieters gewoon idioten? Begrijpen ze niet dat het nooit beter gaat worden? Nee, hoe het wel werkt is natuurlijk dat het een soort van, het businessmodel van de heroïnehandelaren. Dus je maakt mensen verslaafd, ze kunnen niet meer zonder, en dan maak je ze ziek. En dan willen ze, dan accepteren ze alles. Ja, precies, ja. Ja. Dan breng je het zeg maar terug tot het minimum. Ja. Je versnijdt de cocaïne steeds verder. Nu had je bijvoorbeeld bij... dan zijn ze bereid om geld voor te betalen. Of om hele slechte advertenties. Ja. De laatste tijd zie je screenshots van Yahoo Mail. Dus Yahoo heeft net zoals Google een mail-applicatie. Dus kan je gratis e-mail lezen. Heel veel mensen hebben dat. Ja. En dan hebben ze tegenwoordig, weet je, als een e-mail er, als hij ongelezen is in je lijst met mails, dan is hij bold. Ja. Dan hebben ze tegenwoordig dus advertenties die eruit zien als een ongelezen mail. Natuurlijk. Oh, dus dan ga je erop klikken en dan denk je van hé, ik heb een ongelezen mail, laat ik daarop klikken. Ja. Dus dat is gewoon. Dat is spam vanuit het e-mailprogramma. Ja, dus. Ja. En dan denken ze van, oh ja, dat... Maar dat is het ook, hè? Want ze zeggen dan eens naar mensen die vinden dat niet erg. En dat klopt ook wel, mensen die zeggen van, oh, oké. Okay. Ja. Klik ik erop of klik ik er niet op of ik haal hem gelijk weg of wat ook. Ja. En de marketeers die denken van, oké, nou dan gaan we volgende keer de tekst nog bedriegender maken. Ja, ja. Nog aantrekkelijker. Ja, het is heel goed, die van Maciej, die moet je even zien. Of ik weet niet of je hem al gelezen hebt. Heel lang...
heel lang helaas. Ja, maar okay. Fantastisch is dat. Waarin hij ook inderdaad zegt, oké, dat targeted advertising, dat zou dan werken. Ja. Dus hij heeft een, zeker een profiel bij Google. En er zijn allemaal dingen over hem bekend. En dan ging je YouTube filmpjes kijken en dan heb je vooraf aan die YouTube filmpjes heb je allemaal reclames. Ja. Die targeted zouden zijn, maar... Dit is niet zo. Nee, echt waardeloos. Ja. Ja, ik heb ze nu weer, want ik was vergeten een adblocker aan te zetten op een van mijn browsers. Ja. Ik krijg dus bij sommige filmpjes krijg ik advertenties over beauty producten. Ja. Vrouwen beauty producten, ja, ook nog eens. Ja, ja. En geloof me, het filmpje gaat echt niet daarover. Dat zijn maker filmpjes. Ja, ja, ja. Waarin mensen uitleggen hoe je een stofzuigerslang kan vastmaken, ja, aan een... Kijk, een rookmachientje. Oh. Kijk daar. Dat is toch leuk, hè? Dat mis je dan net. Jammer. Dat kan je net niet zien, hè, waarschijnlijk. Nee. Nee. Dat is wel leuk aan op het water zitten, weet je. Ja. Je ziet dingen die je anders niet ziet. Ik geloof er nog steeds niet in. Ik geloof dat zelfs adverteerders er geen belang bij hebben dat hun advertenties bij een targeted audience aankomt. Dat ze simpelweg daar niet genoeg advertenties kwijt krijgen. Dus hun doelgroep is veel kleiner dan ze eigenlijk denken. We moeten misschien weer eens een marketeer uitnodigen om ons te vertellen hoe dat zit. Of er überhaupt geld verdiend wordt op het web. Ja. Met advertenties. Ja, dan zou je misschien eerder een producent moeten vragen. Iemand die filmpjes maakt op YouTube of zo. Ja, of misschien moeten we Jeroen Verkroos weer uitnodigen. Wellicht weet hij daar iets over. Hij schijnt iets met content te doen de laatste tijd, hè? Ja. 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 Maar wel met heel veel geld verdienen met heel veel content. Ja, precies, ja. Dus precies, ik ben wel benieuwd hoe hij dat dan doet. Nou, hij heeft in elk geval goed aangepakt. Hij heeft nu bakken met content. Dat zeker, ja. Nou goed, dat krijg je dan ook als je bij de persgroep werkt. Ja. Oh. Ja, je ziet het leuk, hoor, het varen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik sinds ik docent ben, heb ik veel mindere drive, of maak ik me veel minder druk over de dingen waar ik me altijd druk over maakte in de wasstraat. Zoals privacy en dat soort dingen? Nou ja, misschien omdat ik dat nu wel gewoon geregeld heb. Misschien heb ik het allemaal ook al gezegd, dat kan ook natuurlijk. Yeah. Hè? Dat het toevallig is dat het samenloopt met het moment dat ik een ander beroep ben gaan uitoefenen. Ja. Ja, in alle eerlijkheid, ja, dat herken ik. Ja. Dat is waarom we ook wat andere onderwerpen hebben vandaag, denk ik. Ja. De camera nu uit? Nee, het is gewoon heel donker. Of is de camera uit? Volgens mij is de camera uit. Dan is het bandje vol. Ja, ging die net uit? Maar dan hebben we goed afgerond. Het viel me op dat het beeld niet meer aan is. Oké. We kunnen dan in elk geval in de audio nog afronden. Ja. Want we zijn er ook bijna. We kijken nu naar waar we het bootje hebben gehuurd. Dus wij zien jullie de volgende keer. Ja. Doei. Doei.